NV-energiebedrijf in Suriname deed noodzakelijke preventieve werkzaamheden in de binnenstad. Er werden 4 transformatoren verwisseld. De heer Egon Wilson, manager van de New Build and Operational Support, vertelt hierover. Nou, in de binnenstad hebben we een aantal petmountains die de klanten foodiseren. En het probleem dat we hebben met de petmountains in de binnenstad is dat er vaak tegenaan de petmountains geplast worden, waardoor ze gaan verroesten. En soms is de aantasting zo ver dat er zelfs olielekkages plaatsvinden. We hebben hier een petmountain uitgewisseld die helemaal aan de onderzijde aangetast was door het veelvuldig plassen. Het andere probleem dat we hebben is dat er ook die petmountains beplakt worden. En het kost de EBS heel veel om te mobiliseren, om deze petmountains te onderhouden, uit te wisselen. Voordat je de werkzaamheden kan uitvoeren, moet de hele ploeg komen om zo'n petmountain vrij te schakelen. Nadat het vrijgeschakeld moet transport gemobiliseerd worden, delvers moeten aanwezig zijn. Vaak is het zo dat de aansluitkabels of te hoog of te laag liggen, waar je het moet uitgraven om het weer op de juiste stand te brengen. Dit alles is ook ten koste van de gemeenschap, omdat ze ook uitgeschakeld moeten worden. Op dat moment is dan dat men zonder stroom komt te zitten. De EBS doet hierbij het beroep op de gemeenschap om zorgvuldig om te gaan met deze belangrijke Pet Mountain transformatoren.